In deze video gaan wij de volgende tiers unlocken en onszelf into space jeten. Yo mensen van de Games, leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag gaan wij iets heel speciaals doen. Vandaag gaan wij de next tier unlocken. Ik wou het dramatische effect een beetje beter maken, dus daar wil ik hier door naartoe. Oh ja, welkom bij Satisfactory. We gaan dit doen. Hoppatee. 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. We're gonna seal the deal. We're gonna crush it down. We're gonna send it up. Woohoo! Appetee. Do your thingy. Let's go! Woo! We can do some nice fucking shit right now, ladies and gentlemen. Let we have a look. Tier 5. Tier 6. We have oil processing. Industrial manufacturer met the trucks. The trucks. Dan hebben we de packager met de packaged oil. Dan hebben we de gas masks nodig om de gasgebiedje in te gaan. Dan hebben we expand power manufacturer, a fielder and a radar en de level 4 zootjes. Dan jetpack. Een pack om te jetten. En meer inventory slots. Monorail train technology. Electric locomotive freight train. Yes, 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 yes. Hier wil ik heel graag naartoe. Computers. Deze, sorry, maken we behalve desk computers. Waar krijg ik desk computers voor? Geen idee. En pipeline MK2. Waar krijg jij computers voor, mijn beste? Dat zou er ergens hier moeten zijn. Gas masks niet. Fruit transport industrial manufacturing. Daar krijg je het van. Wat heb je daarvoor nodig? Motors maak ik nog niet. Plastic maak ik nog niet. Rubber maak ik nog niet. Cable maak ik wel. Hier krijg je pas plastic voor. Hier heb je alles nodig. En motors. Oftewel, motors is waar wij op moeten focussen. En waar ik me ook even op ga focussen. Is dit design een klein beetje meer af... maken, want dit moet natuurlijk gewoon keihard de hoogte in. Gaat ook zeker weten gebeuren. Alleen één verdieping tegelijk. Er zijn maar drie van deze krijg je niet zo snel een hele grote gigantische factory van. Als je per keer drie van deze omhoog gaat. Kan wel kijken wat ik kan kopen, want als het goed is... Ja, 45. Thank you very much. Dat zijn nou eens veel tickets. Ga ik ze even ook halen. Boom. 25 tickets. Even kijken wat we allemaal kunnen kopen en wat misschien handig is om te hebben. We hebben nu al te veel. Oké. Tilt het wals, gaan we eruit halen. Precies genoeg. Happatee. Innen. Hebben we weer nul. Mag dit ding weer lekker schoenen poetsen. Deze hebben we nog steeds nodig, denk ik. Want hier is een heel groot gedeelte wat we de werk nodig hebben. Want ik kan glas maken. En glas hebben we uiteindelijk nodig voor heel leuke fabrieksdingetjes. Alleen, ja, daar kan ik niet bij. Alleen ik weet ook niet wat er in de weg zit om erbij te kunnen. Dit hok is pittig dicht. Hier is heel wat ruimte extra waar we wellicht iets met rotors kunnen of motors kunnen doen. Hieronder, daar is daar ruimte nog. Ik ben het ondertussen weer kwijt. Nee, daar zit die modular frames. Maar daar is nog genoeg ruimte, vooral hier. Wat hebben das motor nodig? Motor. Jij hebt status nodig. En rotors, 10 per minuut, 10 per minuut, 10 is hoeveel van jou precies? 4, 4, dikke scheid. Dan moet ik jou pakken. 4, 4, dan hier als... Ja, oké. Waar maken die bloody staters nou? Hier, 5 per minuut. Oké. En jij, mijn beste, hebt er 2,5 per minuut nodig. Dus jij kan er 2 missen, maar je hebt er ook 5 nodig. Dus ik zou er nog één bij moeten maken. Wat op zich geen enkel probleem is, aangezien ik genoeg heb. Van allemaal. Wire maak ik hier beneden. Dat is op zich wel goed. Dan komt alles beneden te staan van de benodigde staders. Plaatsen deze hier. Dan zit 1, 2, 3. Dan maken we hier eerst even een splittertje. Splittertje aan beide kanten. Eentje gaat die kant op. En eentje gaat naar een marker. Die daarin gaat. En jij gaat zo... Zo, rechtstreeks hier naartoe. Dikke business. 1 van de 2 motors. Volbracht, voltooid. Geen probleem. Dan de 2 staters. Die moeten toch even op een andere manier worden aangebracht. Maar dit is al het koper. Dus dan denk ik dat we hier gewoon...
Kan ik hier? Ik kan hier net een naam maken. Ik krijg gewoon een persoonlijke. Ja, weet je, nu wordt het wel een beetje gammel. Nou, hier al. Bingo. Dit ding loopt tot deze van deze noord. Dus hier kan wel iets komen. Heb ik zo'n gevoeletje. Dat is perfect. Perfect! Dat past er net in. Toppie. Houden we zo. Loving it. Dan moet ik in totaal 30 pipes naar beneden jatsen. Noemen we de twee middelste wel. Wil ik er hier 20 en 20 dan overloaden om gewoon. Dan wil ik deze twee ook alvast meenemen naar beneden. Dan zijn we daar in elk geval van af. Ik jou mijn beste naar boven hebben en naar boven hebben. Wil ik hier een support, dan kan ik hier net een splitter op kwijt. Dat zou echt gewoon perfect jumeau. En dan een MK3 van jou naar jou, hero. Now we're talking. Dan wil ik jou gewoon zo kaarsrecht mogelijk hebben. Jij ook zo kaarsrecht mogelijk. En dan ontmoet je elkaar ergens een keer in de middel. Is dit het goede midden? Het is het goede midden. Hatsuke. That is solved. Dan wil ik jou even power geven. Dat doen we met één stroom naar het midden. Jij yanks en yanks. En jij yankst hem aan die lijn. Inhaleert jij alles. Dan heb jij alleen nog even 40 en 40. Dat is 80 nodig. 30 en 30 is 60. Dat zijn de drie. Dus dan pakken we deze drie. Een merger, merger, een merger. Komt hier maar mee. Oké. Okay. Inknikkeren, inknikkeren. Happatee, jij vult jezelf op naar 16. Jij bent al over 16 heen. Die andere gebeurt dat ook wel. Ja, 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 ja. Ja. Oké, okay. 2 keer 2 is 10 staters. 10 staters gaan hier dan. Dan weer. En dan worden één motor. Daar een supportpaaltje neerzetten in de hoop dat we nog steeds recht gaan. Dat gaan we. Dan is het... Daarom aan het dak blijven plakken. Dat, zodat we recht staan. Dan hier nog een keer aan het dak blijven plakken. En dan connecten hem. En dan vaart hij zijn weg naar de boot. En dan wordt de motor aangetrokken. Door nog meer motors. En dan hier ziet u het prachtwerk. 5 motors per minuut. Even een kleine storage utility. Hey, hoe dat? Hoppatee. Weet je, MK1 gaat zo fucking traag. Hup. Speed. En dan moeten we even wachten tot hier een fair share dingen aan gemaakt zijn. Voordat we kunnen gaan beginnen aan... Door plastieks. En dat bedoel ik. Motors. Hoppakee. Kom maar mee. Hey, er komt er nog een aan. Thank you very much. Let's go. Nu wil ik even weten wat ik nodig heb voor het eerste gedeelte om te maken. Daardoor moeten we even terug naar de hut. Oil processing geeft mij de plastics I will need. Oil processing. Oh joh. Thee. Kadoosh. Alleen de rest van de materials even opplukken. And then we are Gucci. Wat ik ook eventjes wil gaan kijken is hier dan... Weet je, deze gaan we eerst even doen. Want hier heb ik letterlijk alles van. Zo goed als in mijn inventory. Behalve de concrete en de kabels. Maar dat kan geregeld worden. Zo. Concrete kabels. En dan hebben we kunnen ook met blueprintery on the go. Thank you. Wacht even. I've got a better idea. Heb ik hier al ruimte gemaakt voor jou? Nee, ik heb nog geen... Lijn voor mijn transporttubus. Laten we dan jou even doen. Jou even doen. Jou, 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 jou en jou. Perfect. Oké, okay, ik heb daar sheets en pipes voor nodig. Blablabla. Dan wil ik even hiervan en daarheen maken. AK komen sneller bij de voorkant van de base. Alright, dan gaan we jou eerst even verzenden in de ruimte. En dan moeten we even 5 minuutjes wachten. En dan ondertussen dat we aan het wachten zijn, kunnen we eventjes hier die hypertube... Gaan inserten. Let's do that. Kan het op ooghoogte? Want dan hoef ik in elk geval niet hier ook om te lopen. Dat scheelt ook een hoop. Kan ik hier wellicht een foundation of zo? Jij nutteloze stuk rommel. Perfect. Op oh je height. Bingo. Met jou mijn beste. On the power. Bij de andere kant ook nog doen. Maar als we hier in gaan. Woep. Gaan we all the way back to the place I want to be. En dat is de hub. Dan gaan de piepers erin. Ook net niet genoeg piepers. Oké, okay, nou. En treurim. En de piepers ophalen. Copper sheets initiated. Deze kunnen we droppen. Even ruimte nodig. En dan de rest. Piepers. Plink. Oil processing. Let's go. Ga ik jou even naar de maan schieten. Wat niet kan op deze manier. Want jij moet snappen daadwerkelijk naar een foundation. Oké, okay, nu loop jij mij te irriteren. Bochion, jij mag... Nee, 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 nee. Jij mag weg. Jij mag
Zeker. En jij mag er een normaal muurtje voor terugkrijgen, toppie. Alright, wat ik hier eventjes wil kijken is hoe zo'n accelerator werkt. Voor degene die niet weten wat ik bedoel. Er bestaat een launcher met launchpads. Zodra je die gebruikt, dan jiet je jezelf into space. Wat ik daarvoor nodig heb, is heel veel van... Ja, en daarvoor heb ik een aantal meer routers nodig en heel wat dingen die ik zojuist gedropt heb. Wij nemen power mee naar above. Like so. And then we're gonna shoot something into space. Entrance and een tiny, whiny, minor stukje als die daadwerkelijk de goede manier staat omgeplaatst, wat hij nu al staat. Een mini stukje. Oké, dan. Is het de taak voor jou om al die dingen te piepapoweren? In de hoop dat het ook allemaal goed gaat. Want het waarschijnlijk niet gaat. Want het gaat nooit in één keer goed. Oké, dan wil ik voor toch even voor de zekerheid. Ja, kan jou wel. En dan wil ik alles storaal apathé erin gooien. Want ik wil zorgen, zeker weten dat ik iets kwijtraak. Moment of truth. Does the lounger work? Yes! Alleen niet echt ver. Wacht. Ik hoef terug, kut. Oké, dit is het laatste wat ik daadwerkelijk kan als het gaat om rotors. En nu moet ik deze hele zorgen connecten. Want dit zijn er een heel stukje meer. Oké. Waarschijnlijk word ik compleet niet ver gelanceerd nog steeds. Maar... You're gonna need to try. Ik ga waarschijnlijk hartstikke dood. Wacht even, laat ik dat ook even op mijn handen halen. Anders drop ik dat ook. Ga weg. Ga betekent. Store al. Wat is... Zo, want ik val geen over. Ik overleef geen val. Voor degene die het niet weten, als je full health bent, ga je nooit dood. Als je valt door fall damage. Dat is wel top. Maar ik ben geen full health, dus ik ga waarschijnlijk wel dood als ik val. Damage krijg. In 3, 2, en 1, 2, 3, 4. Holy shit. Hey. Dit is de andere spawnbar. Dit is de andere biome. Hier kan je ook spawnen. Ik had net een klein stukje hoger nog moeten. Oh. Net een tikkeltje hoger. Eén verdieping hoger moet dat ding nog. Eigenlijk. Maar dat gaan we nu niet doen. Maar de andere ding op de planning. Op. Heb ik in de vorige aflevering uitgelegd. Kunnen wij blueprints maken. En zie hoe massief. Massief blok. Kan ik hem hier opplaatsen? Ergens gewoon even in the middle of nowhere. Hierop of zo. Die even niet clipt. Dat is even het belangrijkste. Yeah, you don't clip. Ah, partij. Zie hem staan. Wat? Wacht even. Ja, dat komt. Ah, laat maar. Alright. Wat wij hiermee kunnen doen. Is we kunnen blueprint maken. We kunnen nu ook hier trouwens. Als je naar Q gaat. Blueprints. En hier kunnen wij leuke, gezellige, sabbige blueprints maken. Kijk als ik even een mini ideetje voor elkaar kan boksen. Just like this. Dit is gewoon een hele simpel, eenvoudige constructor configuratie. Daar kan ik dus hierheen. En dan constructor row. Select icon wil ik jou. Select image, select color doe ik wel jou. Save blueprint. Blueprint saved. Dan kan ik Q. Kan je blueprints, kan je naar constructor row. En dan krijg ik hier exact de rij aan constructors. Met zelfs het power er al aan. Dus het enige wat je hoeft te doen is deze gewoon exact naast elkaar plaatsen. En you're done and dusted. Dus over de tijd heen moet ik gewoon eventjes de zooi gewoon een beetje gaan maken. Af en toe als je dingen nodig hebt, zo'n smelter array. Bla 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 bla. Dan kan je als ze dingen gewoon naast elkaar knikkeren. En dan is dat allemaal heel erg nice. Take all. Thank you very much. Aha. Oké, even wat research gedaan. Silica is wat je nodig hebt voor glas. Dat is eigenlijk wat ik wil hebben. Daar heb je 20 quartz voor nodig. Voor quartz heb ik genoeg om jou te maken. Ik heb genoeg om jou te maken. Dus dan gaan we gewoon all the way to my quartz town boy. To get some loving windows. Alright. Grote, gigantische quartz productie opgelet. Wij plaatsen een awesome shop. Ik mis Kroos, ik kon jou net nog plaatsen. Ik had de sink in mijn klauwen. Ja, la, 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 la. Heb ik genoeg om die zooi te maken? Yes, indeed. Alright, dan gaan we 200 van die dingen maken. 200 plus. Ik heb te veel. Ik heb te veel. Ik heb te veel. Hey. Zo, dan passen we jou daar neer. Happatee. Wat we dan nodig hebben is also the map. Ik hoop dat ik daar genoeg voor heb. Daar heb ik niet op gerekend. Nou, daar heb ik wel genoeg voor. Okay. Ik wil wat quartz in uitverkoop. Ik wil jou. Scan research. Thank you very much, Silica.
Inflated pocket dimension. 6 inventory slots. Holy shit, die kunnen wij handig gebruiken. Dan nu kan ik denk ik bij walls... Windowed walls. Yes. 6 tickets. Yo, Blade Runners. Kunnen we eigenlijk moeilijk snel rennen hier. Boom. Ik heb waarschijnlijk wel... Ik heb waarschijnlijk wel 20 keer meer dingen nodig om dat ding te maken. Equipment workshop. Let's find out. Oh, 3 rotors alleen nog. Let's craft this. Pow. Let's equip this. Pow. And let's have some speed. Waarom heb ik geen speed? Huh? Hoezo wat? An exoskeleton lower legs, assist movement, other opinions, sprint faster and jump higher, also dampness. Print. Oh, hier, nu zie ik het. Hats. Juist, doe het even dat hij inkikte. Hoppatee, this is some speed. Let's fucking go. Quartz, let me know the crystal later. Bling, bling. Radar technology, radar tower. Oei, 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 oei. Radio signal scanning. Oeh, scannen naar hard drives. Dan kan je die dingetjes dus scannen. Crystal oscillators, hoe maak je die precies? Want ik weet dat één van deze dingen in de buurt crystal oscillators nodig hadden. Bada boom, bada bim, bada bingo. 2. Gimme de crystal oscillator in the midnight. Jou willen wij hieraan hebben. Dan willen we jou een 15 dingen geven. Oké. Je gaat erin. Hoppatee, jij gaat open. Jij geeft me die hard drive, mijn vriend. Hard drive, gimme. En op hard drives kan je Hero hard drive scannen. Dit 10 minuten. Maar nadat je deze gescand hebt, kan je namelijk iets heel leuks mee. Je krijgt een alternatieve recipe. Je krijgt er iets van die niet normaal star in de game kan craften. En die kan je dus omzetten. Dus bijvoorbeeld, ik kan... Stel je voor, ik krijg hier een reinforced iron plates uit. Dat ik gewoon rots kan gebruiken. In plaats van screws. Dus kan ik eigenlijk mijn hele screw productie... Aan de kant jekkeren, want die is niet meer nodig. En dat is wat serieuze goede stuff. En dat is ook waarom hard drives echt mijn beste vrienden worden. Vooral voor later en voor nu ook al een beetje. Want ja, de recipes kosten gewoon... Piepopau per duur. Perro, ik ben zo bloody snel. En elk moment gaat dat ding afgaan. Come on, come on. Geef me een melding. Ik ben zo bloody snel. Hey. Rippen. Aha, choke. Coke, choke. Nee, ze worden een haat tussen. Coke. Steel ingots met iron en... What the fuck? Oh, dat is refinery. Oké. Dan hebben we jouw rotors voor steel pipe. En wire in plaats van screw. En screw in plaats van steel. Nou, iron is zeker makkelijker aan te komen. Iron rots is zeker makkelijker aan te komen. Dan... Steel beam, dus nee. Deze is handig, want als we deze gaan doen, dan kunnen wij steel pipes, daar hebben we er toch 20.170 van, gebruiken. En dan kan die hele screw productie me aanslikken. Of een gedeelte van de screw production. Ratsapam. Poppum. Hard drive is scanned. En met die hard drive scan en blijkbaar loop ik automatisch vooruit. Ik druk geen knop in. Deze game is af en toe lekker. En dan sprint ik niet. Dus mijn runners kicken niet in. En als ik nu 2 in de inklik, stopt hij weer. En dan is het hartstikke mooi. Ik ga deze prachtig mooie... Ik ga het weer voor deze prachtig mooie Hypertube terugnemen. En ik ben bedankt voor het kijken. Hoop ik een grote van de video's. Als je daarmee gedaan hebt. Abonneer zeker. Tot de volgende keer woensdag. Op donderdag. Tot de volgende keer. Om 5 uur. Shalom joh. Peace later. Peace later.